Hoi, ik ben Moya Schutte. Ik ben arts op de genderpoli van het Amsterdam UMC Locatie VUMC. En daarnaast doe ik ook onderzoek naar de invloed van geslachtshormonen op hart- en vaatziekten. Ik ben Marieke Terrens. Ik ben ook artsonderzoeker bij de interne geneeskunde. Ik werk op de genderpoli en daarnaast doe ik ook onderzoek. En mijn onderzoek gaat over het effect van geslachtshormonen op lichaamsvet en botontkalking. We werken samen omdat we allebei kijken naar de effecten van geslachtshormonen op het lichaam. Door samen te werken kunnen we met één onderzoek meerdere vragen beantwoorden. Hart- en vaatziekten komen heel vaak voor. We weten dat vrouwen tot de overgang een kleinere kans hebben op hart- en vaatziekten dan mannen. Na de overgang is die kans voor mannen en vrouwen even groot. We denken daarom dat geslachtshormonen hier een rol bij spelen en willen dit graag onderzoeken. Ik vraag me eigenlijk hetzelfde af over botontkalking. Vrouwen voor de overgang hebben eigenlijk een laag risico op botontkalking, maar na de overgang stijgt dat risico enorm. We vragen ons daarom af, zou dit ook te maken kunnen hebben met de geslachtshormonen? Wij doen onderzoek op de genderpoli bij transgender personen. Die gaan starten met mannelijk of vrouwelijk geslachtshormoon. Dit is een unieke kans omdat in het eerste jaar na de start van de hormonen er heel veel veranderingen optreden. En zo kunnen we goed de effecten van beide hormonen onderzoeken. Als iemand wil meedoen aan dit onderzoek, dan volgen we diegene een jaar. En in dat jaar zijn er 5 meetmomenten. 3 van deze momenten kunnen gecombineerd worden met de afspraken in het ziekenhuis. Dat betekent dat iemand dus 2 keer extra moet komen voor dit onderzoek. Op alle 5 afspraken wordt er bloed afgenomen en wordt er een MRI gemaakt. Bij 2 van de afspraken wordt er ook een DEXA-scan gemaakt. Dat is een botscan, een soort röntgenfoto. In totaal duurt dit ongeveer een uur. Wat belangrijk is, dat deelnemers nuchter moeten zijn voor het bloedonderzoek. En dat betekent dat ze 8 uur voor de afspraak niet gegeten of gedronken mogen hebben. Omdat dit natuurlijk vervelend is, zorgen wij dat er na de metingen een ontbijtje klaar staat. Deelnemers starten eerst 6 weken met decapeptiel. Decapeptiel wordt ook wel een puberteitsremmer genoemd. Dit medicijn onderdrukt beide geslachtshormonen. Hierdoor kunnen we heel goed zien wat er in het lichaam gebeurt als er geen geslachtshormonen aanwezig zijn. Na die 6 weken geven we transmannen testosteron of testosteron- en oestrogeenremmer en transvrouwen oestrogenen erbij. Deelnemers beginnen inderdaad 6 weken later met de geslachtshormonen. De decapeptiel heeft wel al gunstige effecten. Voor de transvrouwen wordt het testosteron geremd, wat onder andere zorgt voor verminderde haargroei. En voor de transmannen stopt de menstruatie eerder dan met alleen testosteron. Samenvattend moeten mensen 5 keer komen, waarvan 2 keer extra. De ochtend van het onderzoek mogen mensen 8 uur daarvoor niet gegeten of gedronken hebben, maar zullen wij daarna voor een ontbijtje zorgen. Tijdens de afspraken gaan we bloed prikken, we maken een MRI-scan en zullen soms een botscan maken. Samen zal dit ongeveer een uurtje duren. Daarnaast zal er bij 3 van de 5 afspraken ook standaardzorg plaatsvinden. Die afspraken zijn altijd bij Marieke of bij mij. Dat betekent dat een deelnemer het eerste jaar dezelfde artsen ziet. Wat anders is dan de standaardzorg is dat deelnemers beginnen met 6 weken decapeptiel. We hopen dat de resultaten van ons onderzoek uiteindelijk waardevolle informatie zullen opleveren voor zowel de trans- als de cis-populatie.